kom thuis. En echt gelijk een pakketje. Dus ik ben helemaal happy. De tijd vliegt om vandaag, echt. Goedemorgen. Nee, daar heb ik het al met Sarah over gehad. Het is maandag. Tweede week school alweer. En ik ben met een volbeladen fiets naar school aan het lopen. Ja, ik heb al jullie rugzak ook en mijn tas en boodschappentassen en de gymspullen. En mijn fiets is een pakezel. Maar ik hoef niet te showen. Maar dan moet jij eigenlijk alleen nog op fietsen en dan is het een echte pakezel. Ja, eigenlijk wel, hè. Pakfiets. Ik kom thuis en echt gelijk een pakketje. En dat is iets wat ik pas al zei, dat ik dat niet heb en dat ik dat graag wilde. En iets binnen. Even kijken. Oh, dat is waar. Het is twee delen, maar het ene zit in een zakje en het andere zit gewoon los. Maar het is eigenlijk twee keer hetzelfde. Ik heb deze rosé gouden oorbelletjes besteld, want ik had dus geen rosé goud. En het komt mooi uit, want de blouse die ik aan heb, daar wil ik eigenlijk bij aan. Dan kan ik ook dat horloge, maar ik vond andere sieraden niet zo mooi erbij. En dit zijn dezelfde, maar dan groter. Dus dat zijn deze naast elkaar. En die zijn dus van Blush. Ik ga ze trouwens gelijk in doen. Want dan kan ik dat horloge er gelijk bij. Ik vind geel goud naast rosé, dan krijg je dus dit. En dat vind ik gewoon niet mooi matchen. Vind ik een hele rare kleurmatch. En dan had ik gelijk zoiets, zal ik een derde gaatje eigenlijk doen. Want je had die oorbelletjes ook een tussenmaatje. En ik had al vaker zitten nadenken dat ik eigenlijk... een derde gaatje wil. Maar ja, dan denk ik weer wel niet. En dan doe ik het weer niet. En toen zag ik dat die oorbellen in 3 maten waren. En toen had ik echt zoiets, oh, dan moet ik het echt doen. Het slaat natuurlijk nergens op, omdat je oorbellen dan... 3 dezelfde kan kopen in verschillende maatjes. Deze had lastig. Het is nou nog even, volgens mij wel. Maar ik vond deze zo leuk. Gewoon balletjes, maar... De kleur dan, die maakt het leuk. Kijken, dan wordt het dus zo. Ik vond het wel heel cool. En eigenlijk wil ik dus die ertussen ook. Want ik heb nu de grootste en de kleinste. Die ze hadden. Maar je hebt er dus één tussen. Dus dan krijgen ze in een rijtje. Dat vond ik wel heel gaaf. Maar ja, ga ik oorbellen schieten daarvoor? Daar ben ik nog niet over uit. Ik ga in ieder geval zo'n horloge erbij pakken. Even die andere oorbellen weer... Nou, af en toe die nagels. Nou scheur ik ze ook hoor, moet ik zeggen. Want deze heb ik net ook weer gescheurd. En die had ik gisteren al... Was het gisteren of eergisteren? Mocht er al een heel stuk afveilen. Vond ik echt niet leuk. En nu scheurde hij er net, toen ik thuis kwam, gelijk weer. Ze stond mijn nagel te veilen en toen werd er alweer, stond er alweer mijn zorg aan de deur. Maar ik vind dit wel heel leuk. Ik ben er gelijk heel blij mee. Ja, ik vind het leuk staan. En ik heb echt zoiets, want dan komt die derde hier. Het zou wel gaaf zijn. Ja, goed gekeurd. Kijk, nu heb ik dat horloge en dan die kleuren. Dan wil ik eigenlijk nog wel meer sieraden bij, maar nu heb ik wat om bij dat horloge te dragen. Want ik vond hem bij al mijn andere sieraden niet mooi. En ik heb deze top aan van Noir. Broek van Levi's, dat is weer die Mile High. En mijn geokslaarsjes, en zo zijn ze ook in beeld. Ja, en ik vind deze top trouwens echt leuk. Ik heb hem niet zo heel lang, maar ik weet niet. Hij zit ook echt heel fijn.
En ik vind hem gewoon heel erg leuk, het printje. En dan vooral met een high-waisted broek. En ik vind het rosé goud, vind ik er wel echt heel erg leuk bij staan. Dus ik ben helemaal happy. Vandaag heb ik de meiden om te lunchen. Dus ik ben eens gewoon wandelen. Het is zulk lekker weer. Het is echt wel warm, maar niet heet. Droog, zonnig. Heerlijk. Ik ben echt aan het genieten van dit wandelingetje naar school. Gezellig de dames aan de lunch. Gekke Sarah. Je mag niet lachen. Mag niet lachen. Grapjes. De tijd vliegt om vandaag, echt. Ik was Sarah gaan halen uit school. En toen was het nog heel gezellig op plein. Ik heb daar nog even gestaan. En toen kwamen Julie en Noah mee, want Noah had Bodhi nog niet gezien. En dat is natuurlijk voor de kinderen helemaal leuk. Maar toen kreeg ik Bodhi niet te pakken, dus eigenlijk heel de tijd daarmee bezig geweest. Toen moesten zij weer weg, zijn ze weer weg. Toen stond er nog een man aan de deur, een verhaal. Doet er niet toe. Toen ging Sarah Pokémon aan, maar die kwam er niet uit. Dus ik nog geholpen met de kennis die ik dus nog uit mijn kindertijd heb van toen mijn broertje speelde. En dat was verbazend nog redelijk wat. Meer dan ik zelf had verwacht. Maar ze kwam er niet uit. En ik heb zeg maar dat ik nog wel een beetje weet hoe dingen werken. Maar het spel zelf ken ik niet. Dus daar kon ik er niet mee helpen. Dus toen ging ze mijn broertje bellen. Maar die komt eraan nu. En toen stond de buurjongetje alweer voor de deur. En daar zijn we dus nu. En ik mag ondertussen gewoon alweer gaan koken. Ik heb wel geluk dat ik vandaag best wel simpel kook. Van spinazie, diepvries spinazie met aardappel en gehaktballen zelf maken. Dat is wel lekker, dat is dan wel wat bewerkelijker. Maar niet heel ingewikkeld allemaal. Ik moet echt nog de hele keuken ook opruimen en zo. Maar ik denk dat ik dat gewoon even onder het koken dan zoveel mogelijk doe. Ik mis nog steeds mijn oude aardappelschilmesje. Ik had er een, dat was echt perfect. Want heel vaak snijden ze dus, of het mesje is zo schuin en deze is dus zo. Of hij loopt zo en dan de houder zo. Ja, ik kan er niet mee schillen. En met gewoon een fruitmesje vind ik ook, zo'n aardappelschilmesje. Wel zo'n dun schiller. Maar ik mis nog steeds mijn oude. Deze is oké en ik heb er nog een, die is ook oké. Maar het scheelt allebei niet. Zoals die oude dat deden. Maar goed, die zijn niet meer te koop. Heel gedoe om een aardappelschilmesje, maar goed. Ik hou wel van fijn schillers. Marco doet altijd met een gewoon mesje en ik krijg dat dun. Maar ik ben dat zo niet gewend, dan snij ik wat een halve aardappel weg. Dat is echt heel erg. Team Pokémon hoor. Gaat goed? Ja. Goed zo. Zo, er zijn heel veel omhoog gegaan. Mijn wat hebben we net gevangen? Gaat het goed? Bulbasaur. Bulbasaur. Mama, over welke is een Metapod veranderd? Dat was een Caterpie. Caterpie. Wauw. Sarah is naar bed, Marco is de deur uit en dit is echt het eerste momentje vandaag dat ik echt even rustig gewoon zit. Ik ben al 2 dagen alleen maar vol naar haar aan het rennen. En die voel ik nu even echt, ik ben zo moe. Ik had net echt al zoiets van, ik wil slapen. Maar ja, als ik nu ga slapen, dan slaap ik een half uurtje en dan word ik weer wakker. En dan lig ik de nacht wakker, dus dat moet ik echt niet gaan doen. Want ik slaap gewoon niet heel veel, want het is gewoon even, dat je hoofd dan echt even te vol zit en zo. Dat je zoveel hebt gedaan en dat niet helemaal verwerkt is in je hoofd of zo, ik weet niet. Maar goed, ik ga heel even genieten. Ik denk dat ik gewoon heel even niks ga doen tot Marco thuis komt. Die komt denk ik over een half uurtje thuis. En dat ik gewoon alleen maar even gebruik ga maken van het feit dat ik alleen ben en dat ik even niks hoef of ga doen. Marco heeft wat snacken meegenomen. Ik ben vanavond begonnen met mijn over een paar dagen verspreide hangover marathon. Want elke keer als ik met Kitty film ging kijken, dan kwam de hangover langs op Netflix. En toen zei ik, oh, die heb ik nog niet gezien. En Kitty al wel. En het zijn natuurlijk 3 films. Dus die gingen we dan niet kijken. En nu ga ik ze gewoon achter elkaar kijken als een soort lange film.
Dus dat heb ik al een heel stuk gedaan. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik vind het best wel grappig. Oeh, en ondertussen nog gerommeld, want ik kan niet stilzitten. As usual, maar goed. Oké, nu even niet trots op mezelf. Want de film was zo leuk dat ik erin zat. Ik was even klaar met rommelen, dus ik denk, kijk, een stukje. Een stukje werd ietsjes langer. En het is nu dus over 12. Een stukje over 12. Het valt mee, maar ik heb me niet aan mijn afspraak met mezelf gehouden. Dus ik ga snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet niet op abonneren hieronder te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!